Sarah, je hebt zulke warme handen. Ik vond het mega fijn om je handen vast te houden op deze love seat waar we op zitten. Ja, Dennis, je hebt wel zulke handen. Sam, wat doe jij hier? Nou, film kijken. Hoezo zit jij tussen Sarah en mij in? Oh, was nog een plekje vrij. Oké, heb ik jouw hand vastgehouden de hele film? Ja. Man, Tommy, waarom zit je voorin eigenlijk? Nou, gelukkig is die film afgelopen. Mijn nek. Tommy, gaat het met je nek? Volgens mij is mijn nek verstijfd of zo. Wacht, ik help je wel even een handje. Ik druk je hoofd omhoog. 3, 2, 1. Ja, doe maar. Zo. Dat is pijn, Tommy. Daarom moet je dus nooit die kracht even. Zitten. Nee, waar inderdaad. Waar zijn Zoe en Anna trouwens? Die zitten daar achter maar. Huh? Zoe, ben je in slaap gevallen? Zoe, hallo? Wakker worden? Is er, ik ben wakker. Was je aan het slapen? Heel misschien. Tommy, zie jij dit trouwens wat ik zie? Ja, dat zie ik ook, ja. Wie zit er naast Anna daar? Anna, wat ben je aan het doen? Nou, niks. Gewoon een beetje bijpraten. Met wie, als ik vragen mag? Oh, dit is Tommy 2. Tommy 2? Maar Tommy staat hier. Ja, maar dit is Tommy 2. Dit is niet Tommy. Oké, en waarom heb je nou een liefdesbankje gehuurd? Nou, Tommy 2 is mijn vriendje. Jongens, wat anders met z'n allen naar buiten gaan. De film is afgelopen. En over de film gesproken. Wat vonden jullie van de film? Hij was toch mega vet? Ja, over echt super vet. Dat soort dingetjes. Met kronen. Ja, superleuk. De koningen zijn mega rijk. Heb je gezien wat voor kasteel die had? Echt mega rijk. Ja, echt een heel groot kasteel. Maar Tommy, later weet ik zeker dat ik ook mega rijk word. En dat ik een koning word. Ja, jij wel, ja. Ja. Hoezo denken jullie dat ik niet later mega rijk word en ook een koning word? Nou, een koning word je niet zomaar hoor, Dennis. Nee. Dan moet je wel echt heel rijk zijn. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, Tommy, is een kasteel en een kroon. Zo moeilijk is dat niet. Nou, ik weet zeker dat ik later wel een koning kan zijn. Maar ja, ik ga naar huis. Het is al mega laat. Dank jullie wel voor de film, jongens. En ik kan nog steeds niet geloven dat ik letterlijk soms hand heb vastgehouden in de hele film land. Ik dacht dat ik naast mijn crush Sarah zat. Nou ja, laat ik maar naar huis gaan. Want zoals je kan zien is het al donker buiten. Lekker slaap in mijn bedje. Zo, eindelijk thuis na een lange dag. Wat een film was dat. En ik weet zeker dat ik wel een rijke koning kan worden. Waarom geloven mijn vrienden me nooit? Ik bedoel, je hebt alleen maar een kroon voor nodig. Een kasteel. Als je erin gelooft, dan kan je worden wat je maar wil. Tijd voor mijn bedje. Lekker slapen. Koning, koning, wordt u wakker? Koning Dennis. Goedemorgen. Het is tijd om op te staan. Sarah, hoe zie jij eruit? Ik ben de koningin. En jij bent de koning van dit koninkrijk. En ik ben de koning van dit koninkrijk. Waar heb je het over, Sarah? Waar is Blokstad? We zijn niet in Blokstad, Dennis. Dit is jouw kasteel. Weet je dat dan niet? Mijn kasteel? Wacht, Sarah. Ja. Waarom heb ik een kroon op mijn hoofd, Sarah? Je bent de koning. Wacht, ik ben koning? Jij bent mijn koningin? Ja, klopt. Dus je wilt zeggen dat jij mijn vrouw bent? Ja. En dit is mijn kasteel? Dit is jouw kasteel. Sarah, kan je een emmer water in mijn gezicht gooien? Slaap ik? Wacht, slaap eens een keer. Auw! Oké, ik slaap niet. Ik ben wakker. Nee. Wie is dat daar, die daar zo staat? Dat is onze butler, Sam. Onze butler. Die doet alles wat je maar wil. Hé, jij daar! Kom eens even hierheen! Hallo, Dennis. Dennis? Wat zei daar? Dennis? Het is koning Dennis voor jou, ja? Oké, sorry, koning Dennis. Sorry. Oké. Waarom gaat hij op zijn knieën voor mij? Waarom is hij aan het buigen? Dat doet hij voor de koning. Oké. Sam, mag ik wat water van jou met wat brood? Ik heb best wel veel dorst en trek, alsjeblieft. Ja, dat mag zeker, koning Dennis. Oké. En als koning, als je me nog één keer Dennis noemt, ga je naar de kerker, oké? Dan sluit ik je erop de rest van je leven. Heb je dat begrepen? Ja, begrepen, koning Dennis. Oké, perfect. Alleen, Sarah? Ja? Ik zie dat hier alles heel erg duurder uitziet. Ben ik een rijke koning? Klopt. Een hele, hele rijke koning. Serieus? Heb ik echt een mega kasteel? Ja. Is dit mijn troon waar ik op zit? Het is jouw troon. Sarah, je mag er wel bij zitten als je de koningin bent. En wil je ook een broodje trouwens? Hier, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Oh, dat is lekker. Ik heb echt al mega lang geen brood gehad en water. Weet je wat, ik wil eigenlijk wat anders. Hey, butler daar! Ja, koning Dennis? Ik wil graag een emmertje melk, oké? Hier, het water hoef ik niet. Dit is niet te drinken. Oké, koning Dennis. In het water. Melk graag, een emmertje melk. Een emmertje melk. Perfect, oké. En op je plek, alsjeblieft. Koning zijn dus echt mega.
mega fijn. Je kan gewoon iedereen laten doen wat je maar wil. Alleen, wat doet een koning nog meer? Nou, je hebt heel veel taken die koning, allemaal... Koning! Koning! Er is een probleem! Ik kom een probleem melden! Wat is er aan de hand en wie ben jij? Er is een opstand. Ik ben Ridder Tommy. Maar je kent je toch wel? Tommy? Tommy, ben jij koning dat? Koning Dennis, er is een serieus probleem. Oké, vertel het eens, Tommy. En eerst de burgers even buigen zijn voor opstand. De koning. Buigen voor de natuurlijk. Koning, hè? Natuurlijk, koning Dennis. Natuurlijk, koning Dennis. Dat dacht ik. De burgers zijn in opstand, koning Dennis. De burgers zijn in opstand? Wat is er aan de hand dan, Tommy? De arme mensen, die zijn in opstand. De arme mensen zijn in opstand? Waarvoor? Krijgen ze te weinig geld? Wat is er aan de hand? Hebben ze geen snoep? Ze klagen over te weinig loon en te weinig geld. Te weinig loon en te weinig geld. Oké, moet ik dan maar even meelopen? Ja, dat zou fijn zijn, meneer de koning. Oké, ridder Tommy. Goed werk, oké? Wil je wat drinken anders? Graag. Oké, dat doe je maar in je vrije tijd, ja? Oké, laten we gaan. Oké, is goed. Laten we meegaan, ridder. Lijkt ons de weg. Waar moeten we heen? Deze kant op. Wow, waar zijn we beland helemaal? Dit ziet er mega vet uit. Is dit mijn kasteel? Dit is uw kasteel. Weet je dat dan niet? Je bent echt al jarenlang aan de macht. Ja, dat weet ik wel. Ik ben soms een beetje vergeten. Natuurlijk weet ik dat ik de koning ben. Wie is anders de koning? Oké, goed zo. Hij niet hoor, met dat pakje aan daar zo. Ja, natuurlijk koning Dennis, hè? Inderdaad, niemand anders dan koning Dennis. Dus buigen voor de koning. Jij ook, Butler, buigen voor de koning. Oké, koning Dennis. Oké, dat dacht ik. Waar is het probleem, ridder Tommy? Waar is het probleem? Nou, hier is het allemaal gaande. Volg mij. Oké, hier in de verte. Als iemand namelijk problemen heeft met de koning en de regels Als je niet luistert, gooi ik er de kerkers in, hoor. Maar ik heb meer nodig. Ik kan het anders niet betalen. Ik heb al meegaande. Je moet gewoon luisteren. Nee, maar dat kan niet. Hallo, buigen voor de koning. De koning is er. Oké. Hallo, sorry, excuses. Oké, dat dacht ik. Ridder, wat is jouw naam? Ik ben Ridder Anna, koningin. Ridder Anna, wat is het probleem hier om precies te zijn? Ze zeurt omdat ze meer geld wil. Oké, stel jij mij voor bij Ridder Tommy, Ridder Anna. Ja, koningin Dennis. Oké, vertel. Laat me anders even binnenkomen hier. Zo, kom even over de baan, dan kan ik u beter spreken. Wat is het probleem hier en wat is uw naam? Ik ben Zoe en ik verkoop allemaal lekkere dingetjes. En dat wilde ik verkopen aan een van uw ridders. Alleen, ze wilden mij niet meer betalen. Meer betalen? Terwijl ik wel meer nodig heb. Waarom heb jij meer geld nodig? Nou, ik heb echt al mega lang niet gegeten. Dus jij wilt geld stelen van de rijke koning? Nee. En van ons koninkrijk hier zo? Nee, meneer. Zo bedoelde ik het niet. Maar ik heb meer nodig. Meneer? Koning, sorry. Koning wie? Koning Dennis. Oké, maar als ik het goed begrijp, krijg je te weinig betaald en wil je meer geld verdienen. Ja, precies. En wat is de reden daarvan? Eten voor jezelf? Nou, ik moet een gezin onderhouden. Een gezin onderhouden? Heb je kinderen? Ja, zeker. Ridder Tommy, kom eens eventjes hier. Wat is er, koning? En Butler Sam, deze kant op. Oké, dus jouw gezin heeft geen eten en dat soort dingen? Nee, echt wel mega lang niet meer. Ik heb nog niet gegeten en niet gedronken. Tommy, geef het arme meisje 3 goudblokken van onze voorraad, alsjeblieft. Oké, is goed, Butler, koning. Butler Sam, heb je wat te drinken nodig of wat te eten? Ja, wat water zou heel fijn zijn. Alsjeblieft, mevrouw. Butler Sam, je hebt het gehoord, hè? Wat water. Ja, koning Dennis. En wat brood graag aan dit arme meisje. Dankjewel, koning. Dankjewel. Oké, excuses dat mijn ridders hebben lastig gevallen, oké? Ik zal geen probleem, u bent de beste koning. Dan dacht ik ben de allerbeste koning, oké? Tommy, ik ga terug naar mijn troonzaal. Ik wil dat je regelt dat ik wat vermaak krijg daar, oké? Stuur maar een of andere clown uit het dorp. Goed. Ik wacht daar wel op jullie. Koningin, kom je mee met mij naar mijn troonzaal? Laten we ons geld gaan tellen. En Butler, jij moet ook mee, oké? We hebben dorst onderweg. En trouwens, ik heb helemaal geen zin om te lopen. Kan je me tillen naar de troonzaal? Dat zou wel fijn zijn. Is helemaal goed, koning Dennis. Oké, laten we gaan. Dat is perfect. Ik hou ervan om een rijke koning te zijn. Die doen alles voor mij. Kijk eens aan. Dit is uw troon, koning Dennis. Perfect, Butler Sam. Je levert echt goed werk, dat weet je. Uit de voorraad van het kasteel en het koninkrijk mag je straks ook 3 goudblokken pakken, oké? Dank u wel, koning Dennis. Geen probleem, Sam. Gaan meneer de koning. Staan. Daar hebben we bezoek. Koning Dennis. Zegt u het maar. Hier is uw nar. Hier is uw clown. Een nar? Een nar? Wat is een nar precies? U wou toch een clown hebben? Een clown? Ja, iemand die grappen vertelt. Die me vermaakt de hele tijd. Precies, dat is een nar. Koningin Sarah, kom maar naast me zitten hoor. Ik ben even benieuwd of hij wat grappig alsjeblieft, koning Dennis. Dus jij beweert dat je mega grappig bent. Ja, ik ben altijd heel grappig. Wil je mijn neus trekken? Oké. Zo. Ja, haha, ja. Wil je wat kopen bij mij? Nee, we willen niks. Wat is dat voor een grap? Nee. Nou ja. Nou, ik weet wel een leuke grap. Oké, daar komt-ie. Hoe noem je een komkommer die uit de zee kwam? Een komkommer.
komkommer die uit de zee kwam? Een zeekomkommer? Nee, een zeekwamkwammer. Ja. Oké. Okay. Ridder Tommy, was dit serieus de beste die je kon vinden? De beste van ze allemaal, koning Dennis. Ridder Tommy. Lijkt eerder de slechtste. Wat heb ik je gezegd, hè? Ik vond dat grapje wel grappig, hoor. Als je weer met slechte messen aankomt, dan ga je naar de... Dan wat? Ja. Toch niet naar de kerken? Naar de donkere ruimte van het kasteel. En waar is dat, Tommy? Nee. Alsjeblieft niet, meneer de koning. Oké. En voor jou geldt hetzelfde. Weet je wat een kerker is? Waar we mensen opsluiten en dat soort dingen? Nee. Nou, begin met goede grappen te vertellen, oké? Herinner Tommy, zeg maar niet dat je dat een leuke grap vond, zeekwamkwammer. Nee, dat vond ik echt een hele slechte grap. Oké, volgende grap. Dat is mijn grap. Oké. Wat grappen. Ik hou mijn mond, meneer de koning. Herinner Tommy. Buigen voor de koning, sorry, oké? Nee, ik aanbid u. Ik aanbid u, meneer de koning. Ik ben helemaal klaar met hem. Ik ben echt helemaal klaar met deze ridder. Hij luistert nooit. Zo, neem hem mee. En jij wegwezen. Oké, meneer de koning. Want zij met de kaarten wegwezen, jij. Oké. Zo, sluit hem op het plein, oké? Ik wil dat hij vernederd wordt voor heel het volk, oké? Opsluiten? Ja, nee, alsjeblieft niet. Oh, zeker wel. Ik ben helemaal klaar met jou en je stomme grapjes, oké? Je denkt dat het allemaal grappig is hier. Je gaat het ervaren, ridder Tommy. Je gaat het ervaren. Ik heb hem opgesloten, koning Dennis. Oh, Anna, dit is perfect! Kijk eens aan, ridder Tommy. Nu heb je geen praatjes meneer de koning. Nee. Ik heb al gezegd dat het een keer de laatste waarschuwing was. En nu zal je ervoor boeten. Oké. Koning, wat gebeurt hier allemaal? Wat hier gebeurt, jonge mevrouw, is straf voor een ridder die niet luistert naar de regels van de koning. Wat heeft hij gedaan? Nou, ik heb helemaal niks fout gedaan. Ik heb niks fout gedaan. Oh, zeker wel. Heb je nou weer gehoord, ridder Tommy? Ja, zeker, want ik heb niks fout gedaan. Dit is onterecht. Nog één keer zo'n praatje en ik trap je uit het kasteel, hè? Ik trap jou nog eens uit het kasteel. Oké. Ja, jij daar. Luister goed, open die kist. Pak maar een hand vol met tomaten. Ze zijn allemaal beschimmeld, dus ze zijn wit. En gooi ze maar op hem, oké? Ja, beschimmelde tomaten. Godverdamme. Dat zal je leren. En wat zeg je dan? Sorry, meneer de koning. Dat dacht ik al. Heb je er spijt van je daden wat je hebt gedaan, ridder Tommy? Ik heb er heel veel spijt van. Mijn excuses. Oké, dat dacht ik. Wie is hier de koning? U bent de koning. Meneer Dennis. Ridder Anna. Meneer Dennis. Ridder Anna, breng hem uit. Breng hem naar de kerker. Ik ben helemaal klaar met hem. Ja, meneer. Naar de kerker? Ja, meneer. Koning. Oké, ridder Anna, je laatste waarschuwing. Breng hem naar de kerker, oké? Ja, snel mogelijk. Wegwezen jij, ridder Tommy. Ik wil je nooit meer zien. Oké, mevrouw, dat gebeurt er dus als een ridder niet luistert. Oh nee, jeetje. Dus dat vertelt het maar tegen de rest van het dorp, oké? Mensen die niet luisteren naar de koning, die krijgen de straf en die gaan voor altijd de kerker, oftewel de gevangenis in, oké? Nee, niet kerker. Ik ga het meteen vertellen. Aan iedereen, ik wil geen kans meer in het dorp hebben, oké? Nee, snap ik, koning. Oké, een butler, zorg dat iedereen een etenspakketje krijgt, oké? Het hele dorp moet eten hebben en wat geld. We zijn natuurlijk hartstikke rijk en ik wil dat iedereen tevreden is met de koning, oké? Ga jij ervoor zorgen? Ja, komt goed, koning Dennis. Kom maar die kant op en deel het goede nieuws maar. Koningin Sarah, het is ook zo lastig om koning te zijn. Maar je hebt het wel goed opgelost. Oh, zeker, maar ik ben ook de allerbeste koning die er is. Laat hem maar gaan. Ik denk dat ik langzaam een wandeling neem terug naar Blokstad. Deze kant op, koningin. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op de abonneerknop. Doei! Doei!